Cupido wordt mede mogelijk gemaakt door Replay Fragrances. Ja, ja, ja. Hier! We hebben je. Je bent hiervoor gemaakt. Ik heb rekenen. Ik heb rekenen. Dit is Cupido. Ook vandaag gaan we de liefde weer een handje helpen. Yay! Yay! We gaan op zoek naar twee random kandidaten die niet weten dat ze vandaag gaan meedoen. We gaan ze een beetje overvallen. Het idee is dat we hen dan gaan koppelen en dat ze vandaag nog op date gaan. Ja, en wat voor date? Ze gaan namelijk dineren in een achtbaan. We gaan, doei! Groetjes aan je voetjes! Op zoek naar de liefde. Ik heb al een droom. Ja. Oh, fuck. En jij? Nee, ik zit echt meer om op les te wachten. Oh, jij bent niet. Je bent aseksueel. Oh, nee, dat weer niet. Ik denk dat ik bij deze dames meer geluk ga hebben. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Jullie zijn wel nergens heen. Ben je nog vrijgezel? Nee. Nee, shit. Helaas. Boys. Hallo. Zijn jullie nog vrijgezel? Nee, ik heb een vriendin. Iemand die ons probeert te ontduiken. Ja, ja, ja. Hier. We hebben je. Je bent hiervoor gemaakt. Nee. Ik beloof je, ik kom hier aan de leukste gozer die er is. Ik heb rekenen. Ik heb rekenen. Hoe ziet jouw ideale partner eruit? Oké. Okay. Blond. Jij? Jij gaat met mij mee. En dan kom je vanavond wel weer een keertje thuis, denk ik. Ja, wat zoek je? Ik zoek een lieve man, een vrolijke man, iemand die heel oprecht is. En iets langer dan haar, maar voor de rest qua uiterlijk maakt het allemaal niet zoveel uit, zolang je maar een leuke uitstraling heeft. Wij gaan jouw droomman zoeken en dan ga je zo meteen al op date. Stop in the name of love. Hoe heet je en hoe oud ben je? Ik ben Jack, ik ben 23. Ben jij toevallig vrijgezel? Toevallig wel. Is dat omdat je heel raar bent ofzo, of ben je gewoon wel normaal, maar heb je de liefde van je leven niet ontmoet? Want de vrouw van wie ik je zomaar zou kunnen koppelen is een echte droomvrouw en die verdient het beste. Ben jij dat? Nee. Nee, dat was een beetje intens, maar... Ja, dat was intens inderdaad. Echt een bloedmooie meid. Ja, je wil echt, serieus. Ja, ze mag wel bloedmooi zijn, maar van binnenkant ook wel. Oh, echt, dat straalt naar de buitenkant. Is dat niet te mooi om haar te zijn? Nee, ja, eigenlijk wel. Nee, ik vind jou ook eigenlijk niet goed genoeg voor haar. Ik ging weer binnen, ik ben er nog even over gaan nadenken, nee. Maar ik wil gewoon heel graag naar school en ik word hier veel te zenuwachtig. Ik moest bij de kotsen. Oh, maar dat moet je doen. Nee. Mooi een keer zeggen, ik vond het toch al te moeilijk om je weg te geven. Ja, precies. Ja. Gaan wij gewoon een keer op date. Gewoon doen waar je gelukkig van wordt. Mag ik eerst op de foto met u? Nee, hoor. Alleen als je mee op date gaat. Op date, met wie? Een hele leuke meid, gaan we voor je zoeken. Gewoon doen. Ja, is goed. Yes! Maar dan wil ik altijd een foto. Nou, kom. Oké, ik ga jou meenemen naar Martijn. Martijn, ik heb een jongen. En dit zijn al je vriendinnen? Ja, ik weet wel. Okay. Ja. Wow, je bent goed voor elkaar. Ja, toch? Het is wel chill, want eigenlijk maakt het hem niet uit. Humor, sportief en verder... Maar als je er zo uitziet, dan heb je ook niet echt... Hou op. Dat is een geintje natuurlijk. Dat weet ik ook. Oké, we gaan een leuke chick voor je zoeken, jongen. Ja, jij gaat hem even blinddoeken. Ja. Ik ga verder zoeken en dan zien we jou op de date. Hallo. En we doen heel even dit. Normaal, hoe oud ben je? 20. 20, perfect. Ja. Heb jij toevallig al een vriendje? Ja. Moet ik even bij jou bevestigen? Ja, ze heeft een vriendje. En heb jij ook een vriendje? Nee. Dan gaan we eventjes aan de andere kant. Jij bent nog vrijgezel. Ja. Oké. Nou, ik kan jou vertellen. Vandaag is er een grote kans dat jij de liefde van je leven gaat ontmoeten. Geweldig. Hij staat ergens al klaar. Je mag hem nog niet zien. En jullie gaan vandaag op date. Wat vind je ervan? Dit is geen grapje, toch? Dit is echt serieus. Die camera is ook echt. Ik ben ook echt. Michelle, ga je met mij mee? Moet ze het doen? Ja, natuurlijk moet ze het doen. Moet ze het doen? Ja, natuurlijk moet ze het doen. Ja! Oké. Let's go. Hey Rick, het is natuurlijk een verrassing. Daarom heb ik voor jou een blinddoek. Ja. Die ga ik zo bij je omdoen. Lieve schat, voordat ik jou op date ga sturen, heb ik hier nog een heerlijke Replay parfum. Dan weet je zeker dat je lekker ruikt. En dan kan het daar in ieder geval niet aan liggen. Yes. Lekker. Adembenemend. Alle vrouwen die komen op hem af. En dan ga ik jou ook nog even blinddoeken. Dus die bril moet eventjes af, denk ik. Zo, zal ik deze voor je bewaren? Graag. Komt helemaal goed. Michelle, waar ben je? Hoeveel sterkte is dit? Woehoe! Alsof ik aan de pillen zit, joh. Van de Keta. Het haar niet verstoren. Hop, hop, hop. Zo? Je moet nu alleen maar op mij vertrouwen. Voel maar een beetje met je voeten. Ja, het is te kijk, gek. Top. Dan ga ik jou nog even voorstellen aan mijn partner in crime. Dat is Sylvana. Hoi, Sylvana. Hi, Michelle. Als je nou alcoholcontrole hebt, kun je je bril afzetten. Het scheelt weer twee glazen. Oké, hier gaan we. Okay. Nou, ik heb hier je droom van, man. Ja. Succes ermee. Dag.
Dit is Michelle. Twee zijn mijn vorige, maar bij jou, Han. Ik ga rijden. Ik zie jullie zo. Ja. Nou. Rick heeft ook nog wat van zijn vrienden meegekregen. Wat dan? Kun je misschien kun je het haar even laten voelen? Ook niet verzonnen. Oh nee, toch, jongens, kom op zeg. Hallo. Nee, niet geven. Niet doen, niet doen. Slecht idee, Savannah. Ja, nou, wat was het? Nou, dat is een condoom. Dat gaan we niet doen, kinders. We gaan ons gedragen. Misschien kunnen jullie dat over jezelf vertellen? Nou, ik ben Martijn. Nou, ik ben Rick. Werk bij de Plus. Oh, leuk. Ja. Plus 1. Waar? In Hillegom. Alright! Oké, zijn we er klaar voor? Ja, alwijs. Ik vind het spannend. Ik ook. Oké. Okay. Het moet echt een rollercoaster voor je zijn. Hoppakee. Dan gaan jullie even meenemen. Ja, neerzetten. Tortelduifies. En dan gaan we zo. Ja, deze hebben we natuurlijk ook zo meteen nodig. Oké, ik durf het niet meer. Oké, 3, 2, 1. Zo. Hi. Hoi. Nu even met Anton. Ja, okay. Hoi. Michelle. Zo, ik had echt heel wat anders verwacht. Ja, inderdaad. Niet negatief hoor, dat nee. Niet. Nee? Nee. Ik wel een beetje leuk. Auw. Nou, toen ik voor het eerst zag, dacht ik van ja, ik stap in de club niet gelijk naar naartoe. Maar voor de rest wel oké. Mijn allereerste indruk is wel goed. Het is natuurlijk heel vreemd, want zijn stem klonk heel zwaar. En ik had een compleet andere persoon verwacht eigenlijk, maar cool kledingstijl ook. Dank je wel. Nice. Ja. Of er een klik is tussen ons. Ja, dan moet ik even kijken, want ik ken haar nog niet heel goed. Dus wie weet komt dat nog wel. Wat nu? Dit kan best mijn type zijn, op zich. Ik denk, ze zijn nog wel een beetje jong. Het is ook een beetje ongemakkelijk, ze zijn niet zo goed een houding te geven. Maar goed, daar kunnen wij wel helpen. Daar zijn wij voor. Want wij zijn de Cupido's. Ja, dat zijn wij. Ja. Jongens, hoe gaat het? Ja, goed. Zullen we het maar gewoon zeggen? Ja. Jullie gaan dineren in de achtbaan. Wat de? Wat de? Wat de? Bij de achtbaan. Durven jullie? Ja, zeker. Eten in de achtbaan gaat natuurlijk fout. Dus we hebben hier kleren voor jullie. Ja, kleed jezelf aan en dan kunnen we beginnen. Ja, is goed. Nu! Tot de duivies. Jullie zijn omgekleed zo te zien. Savannah zit voor het scherm. Die heeft oortjes. Jullie hebben ook oortjes. Ik ook. Ja. Dus wij kunnen jullie af en toe een beetje helpen. Laten wij naar de achtbaan. Is goed. Wie wil eerst? Ik ga ik al. Nou, wat een gentleman. Ik ga jullie voorgerechtje halen. Ik heb een heerlijk tomaatsoepje. Dit in de achtbaan. Dat is vraag om problemen. Kijk eens, dames en heren. Ik heb hier een heerlijk koud tomatensoepje geserveerd op een bordje van plastic. Ik zou hem nog wel eventjes goed vasthouden, want het zal niet heel lang duren dat het fout gaat. Nou, zojuist is mijn tomatenbekertje opgevallen. Eet smakelijk. Dankjewel. Zit jij nou op een krukje op gang? Nee! Dat is niet waar! Je zit dus op dit krukje om groter te lijken. Schattig, hè? Volgens mij gaat de eerste ronde beginnen. Ja! Spannend! Hou je ook van mannen met petjes? Hou je ook van mannen met petjes? Nou, op zich. Petjes vind ik wel oké, hoor. Ik vond je badana wel leuk staan. Dankjewel. Wat zoek je eigenlijk in een man? Jou. Jou? Eindelijk puppets die doen wat je wil. Kijk elkaar maar gewoon even diep in de ogen aan. Het is oké. Okay. Gewoon heel even in elkaars ogen kijken. God, hoe gaan we dit doen? Niet. Je moet het recht houden, denk ik. Dit gaat op zich wel goed. Hey, verrassend. Allebei het tomaatsoepje opgegeten. Ja, te gek. Ik denk dat ze hem heerlijk vonden. Ik ga de tweede ronde brengen. Serieus, in je gezicht. Ik ga ze nu lekker een bordje pasta brengen. Een bolognese. Zo, tortelduifjes. En een lekker wijntje op de liefde. Oké, ik heb nu beide oortjes in. Nu ga ik helemaal los. Oké. Zeg, ik vind je mooi. Nou, net met op al dat tomatensoep overheen ben je wel een stuk aantrekkelijker geworden. Ik vind jou mooi. Nou, jij ziet er ook heel mooi uit, hoor. Nee, jij bent mooier. Jij bent mooier.
kant. Misschien moet het met alcohol een beetje loskomen. Het wijntje even afdoen. Ik weet dat hij van jou wel van alcohol houdt. Misschien moet hij voorstellen om dat wijntje gewoon één keer te atten. Ja. Rick, misschien willen jullie wel het wijntje atten met z'n tweeën. Atje voor de sfeer. Oké. Nou, teken hem aan. Cheers. Atje voor de sfeer. Oh, nu zetten we wel aan tot alcoholmisbruik. Zou je denken. Oh, gaan. Oh. Dit wordt denk ik gewoon met je handen eten. Ik kom er niet bij. Willen jullie een spaghetti sliertje delen? Zeg maar, zullen we een spaghetti sliertje delen? Hoe gaan we dit doen? En voor het dessert hebben wij hier een lekker taartje met natuurlijk extra veel slagroom. Ja, het is wel echt leuk om het er samen te doen. Ja, zeker. Zeg je nou dat je me zou doen? Nee, dat is al gedaan. Nou, is het ijs al een beetje gebroken? Jongens, het is de bedoeling om die pasta te eten, hè? Ja. Kun je met je vinger een beetje slagroom op haar neus doen? Kijk eens, alsjeblieft. Nou, wat is hier gebeurd? Niet gebeurd. Zo subtiel. Het zit ook echt allemaal een zeik op bij jou daar. Ik ga de taart vasthouden zo meteen. Oh, jij doet het ook letterlijk zo. Oh nee. Kijken! Zo! Oh god! Ik ga jullie even apart nemen, want we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie van de date vonden, maar we zijn nog benieuwder wat jullie van elkaar vinden. Rick, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Hoe was het om het samen met Michelle te doen? Ja, wel gewoon leuk. Ze is wel aardig en zo, maar ik voel nog niet echt een hele klik of zo. Misschien als ze nog een keer even goed praten en zo, dan misschien wel nog. Hoe leuk was dit? Ja, superleuk. Ja, vind je het leuk? Was de date heel leuk? Of was hij ook heel leuk? Nou, ik vind hem wel een aardige gast, ja. Dus je zou hem wel beter willen leren kennen? Ja, op zich wel. Dat vind ik heel leuk om te horen. Laten we jullie samen brengen en dan kunnen we het goede nieuws vertellen. Ik zou best op een tweede date willen om je beter te leren kennen. Omdat het nogal moeilijk was om in een achtbaan zoveel vragen te stellen. Dus het lijkt mij wel leuk. Nou, ik wil eigenlijk misschien zeggen, en ik voelde nog niet echt die klik of zoiets, dus ik zei daarom nee. Oké. Maar misschien zit er nog wel in. Maar misschien als ze een nummer uitwisselen, dat een date daarna wel inderdaad later komt. Ja! Wat ontzettend leuk, jongens, want heel eerlijk, het is misschien voor jullie een misschien, maar voor ons is dit gewoon keihard winnen. Ja, dit is te gek, dit jongens. Dit is gewoon van hier naar daar. Geen sinaasappel, geen mandarijn, maar een misschienesappel. Boom. Dit was alweer Cupido. Ik ben onwijs blij, want we gaan gewoon hartstikke lekker. En misschien komt die baby er alsnog aan. En wil jij nou ook zo lekker ruiken op je eerste date? Ga dan even naar www.veronicatv.nl/Cupido en maak kans op een jaar voorraad aan Replay geuren. Wie wil dat nou niet? Cupido wordt mede mogelijk gemaakt door Replay Fragrances.